Goeiedag. Mooie foto uit Den Haag. Daar begin ik vandaag mee. We zien het roze. Beetje paarsig licht. Ja, veel mensen denken dan dat dat het noorderlicht is. In dit geval is dat niet het geval. Want het gaat hier om reflectie van licht wat uit kassen komt. En dat zorgt dan op de bewolking voor dit lichtschijnsel. Noorderlicht, dat kan je zien als het allemaal mee zit. Maar dan moet er geen bewolking aanwezig zijn. En dit licht zie je juist alleen als er wel bewolking aanwezig is. Vooral als die bewolking wat lager hangt. Ja, herfst is het in Nederland. Prachtige herfstfoto's ontvang ik, zoals deze foto, gemaakt in Budel. Mooi die herfstkleuren die nu steeds beter in beeld gaan komen. En wat je natuurlijk ook ziet, dat zijn paddenstoelen. Heel veel paddenstoelen op deze foto. Ik denk dat Rob momenteel het record heeft met aantal paddenstoelen op een foto. We ontvangen heel veel foto's van paddenstoelen. En mocht u ook een mooie foto hebben, kunt u die gerust insturen. Wat ik ook leuk zou vinden, als u zich abonneert op ons kanaal. Want dan krijgen we er weer wat abonnees bij. En we zijn flink aan het groeien. En we willen u natuurlijk altijd op de hoogte houden met de laatste weersomstandigheden. En ja, voor vandaag ga ik dat natuurlijk ook doen. En dan gaan we eens kijken wat deze week gaat brengen. Het is momenteel deze maandagmiddag wat grijs. Er valt ook hier en daar wat regen. En dat gaat nog wel eventjes door. Vooral komende nacht kan er flink wat regen vallen als dit storingje over gaat trekken. Morgen ziet het er dan een stuk beter uit. Komt de zon ook tevoorschijn. Dat heeft alles te maken met het hoge drukgebied boven Europa. Daar gaan we een paar dagen van profiteren. Betekent flink wat zonneschijn. Aangename temperaturen. Vanaf vrijdag zien we weer een nieuwe depressie dichterbij komen. Die ligt dan zo'n beetje boven Groot-Brittannië. En dat lage drukgebied, dat kan dan weer wat buienactiviteit tot ontwikkeling gaan laten komen. En daarna, ja, dan wordt het toch wel wat wisselvalliger. En zullen we ook zien dat de temperaturen wat lager gaan uitkomen. Dit is die regen voor vandaag en met name ook vannacht. Hier zien we dat overtrekken. Dat trekt dan naar het oosten weg. Dan gaat het opklaren. In de middag misschien nog een enkel buitje in het midden van het land. Bij aangename temperaturen en dus ook brede opklaringen. Die buitjes op dinsdagmiddag, denk niet dat dat veel voorstelt. Ja, dat is dan ook zeer lokaal. Maar we krijgen nog wel even wat regen erbij. Dus zoals gezegd, vandaag overdag valt er al wat regen. Maar met name vannacht zien we de hoeveelheid toe gaan nemen over een strook van zuidwest naar noordoost. Daar de meeste neerslag, zo'n 10, 15 millimeter wordt verwacht. En dat betekent dat we morgen waarschijnlijk al de jaarsom neerslag gaan halen die gemiddeld in Nederland valt tegenwoordig. Dat is zo rond de 850 millimeter. Nou, dat gaan we dan morgen al bereiken op diverse plaatsen. En dat betekent ook dat het dit jaar een nat jaar gaat worden, want we hebben nog ruim 2 maanden te gaan natuurlijk. En ik kan u wel alvast verklappen dat het niet 2 maanden droog gaat blijven. Zoals gezegd, vannacht die regen bij temperaturen van 8, 9 graden en niet al te veel wind. In het noordwesten blijft het wel iets zachter, is misschien ook nog wel een opklaring te bespeuren. En dan morgen overdag, ja, die regen die trekt al vrij snel weg. Dan komt de zon er vanuit het westen bij. En heel misschien in de tweede helft van de ochtend, begin van de middag, dat er in het midden van het land nog een enkel buitje valt. Ik durf dat niet helemaal uit te sluiten. In de middag overigens 15, 16 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. En die 15, 16 graden, dat is best hoog voor de tijd van het jaar. En dan zien we in de middagse dat de temperatuur nog wat verder omhoog gaat. Dit is voor het midden van het land. Woensdag en donderdag 17 graden met flink wat zon. In de ochtend misschien hier en daar een mistbankje. Vrijdag nog wat warmer kan het worden dan 18 graden. Maar wel later op de dag kans op een bui. En in het weekeinde is het dan ook weer wat wisselvallig. En dan zien we die temperaturen wel weer iets dalen. En dat kunnen we ook mooi zien in de pluimverwachting. De eerste dagen heel constant die verwachting. Zo rond die 17 graden over het algemeen. Vrijdag misschien dan nog wat warmer. En daarna vanaf het weekeinde iets lagere temperaturen. En dit zijn eigenlijk temperaturen die vrij normaal zijn voor de tijd van het jaar. Kijken we tot slot nog even naar de neerslag. Eerst nog even die regen op maandag en in de nacht van maandag op dinsdag. Woensdag en donderdag droge dagen. Vanaf vrijdag neemt de kans op een bui weer toe. En dan zo begin volgende week is die neerslagkans het grootst. En dan zien we wel dat het al met al iets wisselvalliger gaat worden. Nog